De Graafschap treft net als een jaar geleden Fortuna Sittard in de eerste ronde van de play-offs. Toen liep het goed af, maar dit jaar in de competitie was het minder met 2 nederlagen. Wat zegt dat? Dat ze in die 2 wedstrijden beter waren als ons. En dan met name in het scoren. Dat is heel makkelijk. Nee, dit is gewoon een elftal wat goed vanuit de organisatie kan spelen. Ja, en dan zo toch een antwoord op moet zien te vinden. Rogier Meijer heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de Graafschap. Hij is nog niet fit en zal waarschijnlijk in de play-offs niet meer in actie komen. Terug in de ploeg tegen Fortuna, aanvoerder Edwin Linssen en verdediger Robin Prupper. Zij waren geschorst. Prupper vormt een duo met Ted van der Pavert in het centrum van de verdediging. Ja, het is een vallig seizoen geweest, ook voor mezelf en voor het team en voor de club en uiteindelijk voor alles. Dus helaas. Maar we hebben in de play-offs gehaald, dus ik denk dat we dat af moeten sluiten. En hopen dat we nog een leuk voetbal kunnen spelen en hopelijk ook met een beloning. Het beste is winnen, maar sowieso scoren. Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is en dan winst of gelijk spelen natuurlijk. Ja, een goede basis leggen om het dan vrijdag hier op de Vijverberg af te kunnen maken. Ja, en dan in mijn beleving hoort daar gewoon een goal bij. Ja. Na competitie is een competitie op zich, dus ik denk dat we er wel met een vrij gevoel in kunnen en dat moeten we ook zeker doen.